Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag heb ik voor jullie een Call of the Ghost trailer. En deze trailer is toevallig eergisteren uitgekomen. En dit is dus van Call of the Ghost. En ik denk niet dat Call of the Ghost het eerste is wat in jullie opkomt als jullie deze trailer kijken. Want het lijkt niet echt op Call of Duty. In ieder geval, als je eraan zou denken, zou je zeggen, ja, misschien is het zombie mode van Treyarch. Maar het is dus van Call of the Ghost. En Call of the Ghost is van Infinity Ward. En zoals jullie weten, Infinity Ward komt nooit met zombie mode. En dit is eigenlijk een beetje het antwoord van Infinity Ward op zombie mode. Want dit is extinction mode. En extinction mode is een alien mode. En is in principe een klein beetje hetzelfde als zombie mode. Alleen er zit een soort van missie verhaalachtig iets in. Iets wat je kan uitspelen. En zombies kun je niet echt uitspelen. Easter eggs kun je doen. Maar je kunt hem niet helemaal uitspelen. Volgens mij bij een paar bepaalde mappen kon je dat wel doen. Als je de hele Easter egg kan uitspelen. Maar in principe kun je het niet uitspelen. Daar komt in ieder geval op neer. En ja, ik moet heel eerlijk zijn, ik ben niet echt overtuigd als ik dit zie. Ik weet niet of jullie deze al meerdere keren hebben gezien, maar de eerste keer dat ik deze trailer keek, dacht ik, ja, het ziet er wel geinig uit. Maar de tweede keer had ik al zoiets van, ik denk dat dit weer een flop wordt. En om heel eerlijk te zijn, er is eigenlijk nog nooit iets goed gekomen van Infinity Ward buitenom de multiplayer. Want als we kijken, Call of Duty 4 is van Infinity Ward, Modern Warfare 2 en Modern Warfare 3. En Modern Warfare 2 vond ik op zich wel, die Spec Ops missies waren op zich wel leuk. In Modern Warfare 3 waren die eigenlijk allemaal gewoon uber saai en veel te makkelijk. Bij de rest was die Survive Mode saai en ja, er was gewoon niks in Modern Warfare 3. En Call of Duty 4, ja, dat was natuurlijk het begin, daar was nog niks. En ja, persoonlijk, ik ben niet echt hyped voor dit. Ik ben benieuwd wat jullie van deze game ook denken, of jullie denken dat het echt vet wordt. Of dat jullie ook denken dat dit best wel een flop gaat worden. Ik denk persoonlijk dat dit een flop gaat worden. Ik hoop van niet. We zullen het in ieder geval volgende week zien. Want volgende week op 5 november komt hij uit. En misschien dat ik al wat gameplay kan krijgen voor de release. Want een maat van mij kan die misschien al eerder krijgen. Maar ik weet niet of ik dat dan upload. Aangezien we dan wat problemen kunnen krijgen met YouTube. Dus ik ga nu even kijken wat ik ga doen. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat eventjes in de comments achter wat jullie van deze mode vinden. Of jullie denken dat het een flop wordt. Of dat het juist top gaat worden. Persoonlijk denk ik voor een flop, maar dat is mijn mening. Ik hoor het wel en dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we.